De vijver in het Kronenburger Park was hard toe aan een schoonmaakbeurt. We hebben de werkzaamheden opgesplitst, ja, in twee gedeeltes. Het kan ook mooi uiteindelijk vanwege het bruggetje. Ja, en we hebben gekozen uiteindelijk eerst het ene gedeelte helemaal schoon te maken. Alle blad eruit, rommel eruit. Het andere gedeelte, daar sparen we het water. Ja, zodat we zometeen makkelijker de vissen die van het eerste gedeelte overgezet zijn naar het tweede, dat we die zometeen ook weer terug kunnen plaatsen, ja, naar het andere gedeelte. Het vuile water wat we nu pompen we af, ja, en wordt afgevoerd via de riolering. En dadelijk als de vijver schoon is, gebruiken we een deel van het water gebruiken we weer. Ja, van het tweede gedeelte, dat pompen we terug hierin, zodat we wat oud water houden. En dan wordt de rest weer aangevuld met grondwater die we hier oppompen uit Kronenburgpark. En de grootste klus zat hem vooral in de bovenste laag afpompen. Ja, er was veel water. Ja, dat duurt wat langer. Het is de bedoeling om de bodem van de vijver schoon te maken, maar eerst moet de rommel worden weggehaald. We hebben ervoor gekozen om het water eerst af te pompen. Ja, alle grote onderdelen eruit te harken waar ze nu mee bezig zijn. En dan komt er vanmiddag een zuigwagen die begint met het blad aan de losse rommel op te ruimen. De vissen in de vijver werden tijdelijk overgeplaatst naar de andere helft. We hebben de visvereniging De Voren hebben we uitgenodigd. Zij zijn verantwoordelijk nu voor de vissen, ja, en de levende diertjes om die af te vangen en die over te zetten in het gedeelte wat we nog niet gaan reinigen. Tot nu toe verloopt de klus voorspoedig. De werkzaamheden vallen mij eigenlijk nu reuze mee. En ik verwacht dat wij eind volgende week vrijdag, ja, dat wij helemaal klaar zijn.